Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, als je, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, ik laat de kaarten weer het thema bepalen. Dus ik pak mijn mooie Ik Ben Affirmatiekaarten en die laat ik het thema bepalen voor vandaag. Zoals ik in mijn voorgaande video's heb gedaan. Nou, deze kaarten kun je dus bestellen bij mij op de website www.delilahteunis.nl. Je kunt ze dus gebruiken om jouw onderbewustzijn opnieuw te programmeren. Dus jezelf positief in het leven te zetten. Maar ik gebruik ze nu eventjes als themawijzer. En ik leg ze hier neer. Dan ga je met je rechterhand eroverheen. Een gevoel, waar tintelt het? Hier. Zo. Ik ben gezond. Nou, het thema voor vandaag is dus gezondheid. Ja, nou, gezondheid. Veel mensen hebben natuurlijk ook een gezondheidsprobleem. En dat kan dus een psychische gezondheid zijn of een lichamelijke gezondheidsklacht. Maar eigenlijk is alles psychisch. En waarom is alles psychisch? Omdat de gedachten dus de grootste krachten in de wereld zijn, die er ook maar bestaan. En deze krachten, die uit jij in je lichaam. Ja? En het is dus een oorzaak en gevolg, zo moet je het eigenlijk zien. Dus de oorzaak is een psychisch probleem, waarvan de uitwerking, dus het gevolg, een lichamelijke kwaal gaat worden. Want jouw gedachten zijn de besturende krachten van jouw lichaam. En jouw lichaam volgt. Dus als jouw lichaam volgt, dan betekent het dus dat je een oplossing moet gaan zoeken voor het probleem. Dus voor de oorzaak die jij hebt verwezenlijkt. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, de oorzaak van enorm veel ziekten en kwalen, die zijn best wel gemakkelijk op te sporen als je goed naar je gevoel luistert. Vaak is het namelijk dat je in strijd bent met jezelf. Het is een soort van oorlog voeren met je eigen lichaam. Dat is wat mensen dus doen. En het heeft allemaal te maken met geen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld als mensen bijvoorbeeld klachten hebben met hun kiezen. Ze krijgen kiespijn, dan zitten ze vaak in een moeilijke beslissing. Ja, dat zijn beslissingen. Kiezen zijn beslissingen. Nou, of als jij bijvoorbeeld orgaanproblemen hebt. Nou, je hebt bijvoorbeeld de alvleesklier. Bijvoorbeeld als je alvleesklierenproblemen hebt. Dan heeft het vaak met vreugde te maken. De zoetigheid in het leven die jij uit je leven perst. Je ziet geen uitweg meer. Je ziet geen vreugde meer in de toekomst. Je hebt het gevoel dat je in een sombere wereld leeft. En het is een langdurig proces van druk, stress en giftige emoties eigenlijk. En giftige emoties betekent dat je jezelf dus die vreugde niet meer gunt, of dat je geen beslissing durft te maken om voor dat geluk te kiezen in je leven. En kanker is bijvoorbeeld een haat, een zelfhatend iets of een wrok naar het verleden, wat dus aan het ik vreet, want dat is eigenlijk wat er dus in het proces gebeurt. Je bent zo vast in dat conflict met jezelf, of in die conflictfase, dat je het niet kan loslaten. En ja, dat blijft dan maar etteren. Ja. Wat hebben we? Ja, je hebt natuurlijk van alles. Hè. Knieën. Knieën is bijvoorbeeld met buigzaamheid heeft het te maken. Dus als je onbuigzaam bent naar iets, dat je niet flexibel bent, je staat niet flexibel in het leven. Nou, dan krijgen mensen vaak last van knieën. Hoofdpijn is zelfkritiek heeft dus met ontspanning te maken. Vaak natuurlijk ook zelfkritiek. Of dat je ergens zo blijft malen. Dat mensen daar dus hoofdpijn van krijgen. Dan heb je maagproblemen. Maag is stress. Daar zit ook je solaris plexus. Dus als je veel stress ervaart. En die stress, dat is vaak angst. Je zit vol met angst. Je maag is ook je creatieve kanaal. Dus je creatieve verwerkingsproces. Als jij, dat voel je ook vaak als mensen heel erg verliefd zijn. Dan krijg je vlinders in je buik, hè, zeggen ze wel eens. Of dan voel je zo'n beetje een zenuwgevoeltje bij je maagstreek. Of ook als je bijvoorbeeld, als je in een rouwproces zit of liefdesverdriet hebt, nou, dan doet het heel veel zeer in de maag. En dan lus je ook niet meer, lus je niks meer. Hè? Je hebt geen honger meer. En dat hebben ook mensen die dus heel erg verliefd zijn. Die, hè, dat
vult zeg maar de maag met liefde en met vlinders. Dat is een andere soort stress, maar het kan een beetje soortgelijk voelen. Hè? Vooral als je dan die persoon ziet en denk je, hoe krijg je even zo'n... Het is een zenuwenknobbel eigenlijk, een zenuwengevoeltje. Omdat je denkt, oh, ik zie die persoon weer of ik zie die mens weer. En dan kan je een beetje zo'n zenuwengevoeltje voelen. Nou ja, als je bijvoorbeeld heupen, nou als mensen bijvoorbeeld ook gezet zijn, had ik in mijn vorige video ook over. Hè, dik zijn bijvoorbeeld betekent dat je gewoon angst hebt. Dus heel veel angsten, veel zorgen hebt. En dat eet je dus erbij om bescherming te zoeken bij jezelf. Je hebt niemand in het verleden gehad die voor jou opkwam. Of die voor jou strijden. Dus toen je jong was, in je jeugd. Of mensen die gepest zijn. Of misschien seksuele problemen hebben ervaren in hun jeugd. Of dat soort dingen. Ja, die dragen dat geheim zo hele lange tijd met zich mee. Of er heeft niemand voor ze geknokt, zeg maar. Om van die ellende af te komen wat er is gebeurd. En dat heeft dus ook veel met dikheid te maken. Mensen die bijvoorbeeld last hebben ook van hun baarmoeder. Heeft heel veel met relaties te maken. Dus vrouwen die baarmoederproblemen hebben. Die toch veel misschien in een relatie zitten, vastzitten. Waar de man bijvoorbeeld heel veel seksuele druk uitoefent op de vrouw. Dan krijgt de vrouw dus een conflict met zichzelf. Met haar vrouwelijkheid. En dan kan ze daar dus problemen door krijgen. Zo heb je veel. De borst is hetzelfde als vrouw. Dus kanker is hetzelfde. De borst is natuurlijk ook het moedergevoel, het koesteren. Hè? Dat je dus de liefde koestert, maar ook de koestering naar jezelf. Hè? Knuffel jezelf, geef jezelf eens liefde. Want je bent een goddelijk wezen. En ja, heel veel mensen hebben dat dus niet geleerd. Hoe ze dus van zichzelf moeten gaan houden. Nou, even kijken hoor. Je hebt zoveel dingen. Vingers. Vingers is details van het leven. Dus als je klachten hebt met je vingers... Dan kunnen er veel irritatie of details. Vaak hebben vrouwen wel eens last van hun vingers. Dus details van het leven betekent dat. Dat ze vasthouden aan bepaalde dingen uit het verleden. Of niet echt vasthouden, maar ze hebben, moet ik het zeggen, een bepaalde emotie in iets. En ze proberen het vast te houden. Hun eigen kracht proberen ze vast te houden, zeg maar. En daarmee kunnen ze dus verkrampingen krijgen. Of artrose of dat soort rare dingen. Weet ik veel wat het is. Alles kan ook weer verdwijnen. Ja? Want niets is blijvend tenzij je het dus vasthoudt. En dat heeft dus met psychische dingen te maken. Nou, als je bijvoorbeeld oogklachten hebt. Nou, ik heb ook een video gemaakt over de Bates-methode. Samen met Els. En... ja, daarin vertellen we ook heel veel. Zij legt het ook heel goed uit. Dus als je oogproblemen hebt, dat je dus angst voor de toekomst hebt. Je wil bepaalde dingen niet zien in het leven. Ja, dus als jij, veel komt natuurlijk ook uit de jeugd, wat ik zeg. Op school, pesterijen of weet ik veel, getraumatiseerde dingen. Of je ouders die altijd ruzie hebben en dan de angst dat ze misschien gaan scheiden. Of weet ik veel wat. Die kinderen die willen het niet zien wat er gebeurt. Ja, dus die willen het niet zien. En die sluiten hun ogen eigenlijk. En waardoor ze dus gaan knijpen met hun oogspieren. Wat dus troebelheid veroorzaakt. Of een waas voor hun ogen. Wat dus slechtziendheid veroorzaakt. En het is heel leuk. Ik krijg heel veel van allerlei soorten verschillende cliënten. Ook hele jonge kinderen bij mij. En daarin zie je dus eigenlijk waar ze in zitten. En een ander cliëntje van mij ook. Een heel jong meisje van 6 jaar. En die wordt verschrikkelijk gepest op school. En ik heb dus de ouders ook goed onder handen genomen. Want ik denk, waarom haal je dat kind in godsnaam niet van die school af? Weet je? En verplaats je naar een andere school. Nou ja, dat is dan ook nu gedaan. Ik zie dat het kind is helemaal opgefleurd. Maar als je daar dus te lang mee wacht, krijgen ze dus oogproblemen. En dat kind heeft dus oogproblemen gekregen. En door spanning wil niet kijken in de toekomst. Heeft angst om naar die school te gaan elke dag. En... ja, en als je dat dus verzwijgt, want zo'n kind weet dat niet, wat er allemaal in zich speelt, dan creëer je dus een conflict met jezelf en een probleem wat zich dus gaat uit, omdat je gaat knijpen, stress, spieren gaan zich gespannen. Je kan bijvoorbeeld ook mensen die veel last van hun nek hebben of zo, weet je. Als je veel last van je nek hebt of nekproblemen hebt, dan kan het zijn dat je... het gevoel hebt dat je lasten moet dragen. Ja, want schouders zijn er niet om lasten te dragen. Schouders zijn er om vreugde te dragen.
En er zijn mensen die, hè, en er hebben vele mensen ook last van, schouderproblemen. Hè, die druk die je continu voelt. Het woord zegt het natuurlijk al, druk. Je hebt het gevoel dat er iemand op je drukt. Dat is het letterlijk. Als we onze woorden toch meer zullen gaan identificeren. En dan de focus meer op die woorden gaan letten. Dat je gaat begrijpen wat je nou eigenlijk zegt. Dan ga je nu zeggen, nee, geen druk, ik ben vrij. Ik ben vrij, ja. Mijn lasten zijn er niet, maar mijn vreugde is er. Ja? Dus mijn schouders zijn er om vreugde te dragen, niet voor de lasten. En die lasten die komen vaak voor dat je inderdaad dus druk voelt. Of druk met werk of druk met weet ik veel wat. En dat je eigenlijk weer iets tegen je zin in doet waar je zenuwen van krijgt. En hup, het zit in je nek. Je hebt ook wel eens natuurlijk dat je zo'n spier verrekt. Hè? Zodat je je hoofd niet meer kan bewegen. Oh, dat heb ik wel eens gehad. Hè? Nou, dan heb je echt het gevoel dat je... Nou ja, ik weet het niet hoor, maar dat je nek helemaal niks meer kan. Ik kon alleen nog maar zo. En als ik dan om ging draaien, dan moest ik zo als een robot. En als je dan in de auto zit, je moet auto rijden. Nou, dan ben je bang om ongelukken te gaan. Maar dan moet je helemaal zo gaan kijken. Ja, dat hebben we wel eens gehad hoor. Maar god zeg. Maar er zijn dus hele simpele trucjes voor. Want als je nooit geweten, dan ga je naar de masseur of zo. En je denkt, er moet weggemasseerd worden. Nou, dat werkt dus niet. Maar een hele simpele truc. Heb je dus twee van die knobbels zitten bij een hoofd. Dus sommige mensen zijn daar heel erg gevoelig. Ja, ook omdat je daar vaak nooit niet komt. Je masseert het zelf niet. En die knobbels, heel die rand van die schedel, zeg maar. Die moet je dan eigenlijk masseren en wrijven. Als je dus last hebt van zo'n nekverrekking, noem ik dat dan maar eens. Zeggen wel eens, krijg de verrekking. Nou, dat was het dan eigenlijk. Maar dat is dus wat je zou moeten doen. Dus helemaal langs die zijkant van die schedel, en dat kan voor sommigen gevoelig zijn, of kunnen hoofdpijnen veroorzaken als ze aan die knoppen zitten. Maar dat komt omdat er zoveel spanning op die nek zit. En dat gewoon doorgaan, ook krijg je hoofdpijn, dat moet helemaal weg zijn. En ja, dat moet helemaal vrijkomen. Dus hoe meer je dat gaat masseren, hoe meer soepel het gaat worden. En dat je ook die pijn niet meer voelt. Het komt alleen maar doordat je er niet... Ja, dat je er eigenlijk nooit aan zit. Tenzij je naar een masseur gaat misschien. Ja, wat heb je nog meer? Oorproblemen. Dat zijn dingen die je niet wil horen. Oorpijn komt vaak ook bij kinderen voor. Als ze jong zijn. Nou, heel veel dingen komen ook natuurlijk door vaccinaties. Neurologische problemen, aandoeningen, dat soort dingen. Maar ook kan het een probleem zijn bijvoorbeeld dat er veel ruzie thuis is. Ja, dus als er heel veel ruzie thuis is. Schreeuwen van elkaar. Die kinderen willen dat niet horen. Die krijgen dus oorontstekingen, oorpijnen. Dus let daar ook gewoon op. Het is lastig hoor, als je zelf in een gezinssituatie zit waar je misschien niet onderling goed eruit komt. Maar weet je, die kinderen die krijgen daar toch problemen mee. En probeer toch heel veel te praten met je kind. Of dan maar ruzie te maken waar ze er niet bij zijn. Het is beter om helemaal geen ruzie te maken natuurlijk. Maar ja, dat voorkom je soms niet. Rugpijn onder bijvoorbeeld. Rugpijn onder, dan missen mensen. Hebben vaak mannen last van. Die hebben vaak last van hun stuitje. Of last van hun onderrug. En dat heeft eigenlijk veel te maken met financiële steun. Die maken zich druk om de financiën. Of komt er wel genoeg binnen. Of die hebben de last van het gezin. Of van het... Het moeten presteren of de angst om toch de financiën te verliezen. Dat ze misschien dan niet meer voor het gezin kunnen zorgen. Of dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen. Daar komt vaak onderrugspijn vandaan. Nou, dan heb je nog nieren. Nou, de nieren die slaan heel veel angst op ook. Dus nieren, bijnieren. Daar oogsten ze natuurlijk ook dat smerige adrenochrome. Vandaan. Hè? Dus ja, dat komt uit die bijnieren. Dat is veel adrenaline wat daar opgeslagen zit. Dus mensen die, ja, die nierproblemen hebben, die hebben hele diepe angsten. Heel angstig zijn die. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog veel psychische klachten. Dus mensen die bijvoorbeeld dwangneuroses hebben of weet ik het veel wat allemaal. Ja, die laten zich natuurlijk manipuleren door hun eigen ego-stemmen. Hè? Ego's zijn natuurlijk ook verschillende persoonlijkheden. En je hebt er drie verschillende persoonlijkheden heb je. En het is maar net welke het meest overheerst of waar jij meer je focus op hebt gelegd.
Je hebt Raja, Sattvas en Tamas. Nou, dat zijn de drie guna's, noemen ze dat ook wel eens. Of de drie demonen, wil ik het niet noemen. Want ze zijn niet heel erg negatief allemaal. Maar de drie guna's, hè, de drie geesten. En dat zijn persoonlijkheden uit het verleden. Kan vorige leven zijn of dit leven. Die jij hebt genomen als houvast. En hoe heb jij die nou gekozen als houvast? Omdat jij denkt... Omdat jij dus niet meer weet wie je zelf bent. Kijk, je bent een goddelijk wezen. Je bent God. Je bent je eigen meester, je eigen macht. Maar die macht en die meesterschap heb je uit handen gegeven. Daarom stemmen mensen ook nog steeds in. Hè? Met de politiek worden mensen nog steeds aan stemmen. Dus ze hebben hun stem letterlijk weggegeven. Nou, en als ik dan mijn stem weggeef. Dus ik heet nu Delilah. Ik zeg maar wat. En vanaf nu ben jij Delilah. Ja, dan denk ik, ja, maar wie ben ik nu? Ja? Dus, hè? Ik ben God, maar vanaf nu geef ik mijn goddelijkheid weg. En nu ben jij God en dan moet jij het allemaal regelen voor mij. En ik ga naar jou luisteren wat ik moet doen. Dus mensen zijn helemaal hun zelf kwijtgeraakt natuurlijk. Hun ik, hun goddelijkheid, hun intuïtie. Dat zie je ook. Heel veel mensen zijn hun intuïtie kwijt. Ja? Of hun instinct kwijt. Dus dan hebben ze stemmetjes ontwikkeld. En dat waren natuurlijk De heersers die jou hebben geprogrammeerd en jou alles hebben wijsgemaakt zoals jij in het leven moet zijn. Dan heb je Sattva, Rajas en Tamas. Dus nou, Sattva is de vriendelijke, dus die wil jou altijd een hoger bewustzijn hebben. Of die heeft ook vaak ook wel medelijden. Die zegt, ah ja, doe het nou maar niet. Of komt allemaal wel goed. Of nou, ga nou maar mediteren. Of dit dat soort dingen. En dan heb je Rajas, dat is de actieveling. En die is ook altijd actief en die heeft altijd haast en die is bang dat hij te laat komt. Of die moet racen tegen de klok. Die is altijd gestrest of maakt zich zorgen over dingen. En nou, van alles en nog wat is de actieveling. Dan heb je Tamas, nou, dat is eigenlijk de slechte. Ja, dat is dat duiveltje in hem. Liefst, dat zie je allerlei soorten scenario's. Er zijn ook mensen die heel erg op Tamas gericht zijn. Dat zijn ook de huurmoord of de moordenaars of de... Weet ik het veel, de negatievelingen hier, de Trutte en Hugo. Er zit Tamas, echt enorm Tamas. En weet je, dus die kun je ook herkennen aan het voedsel bijvoorbeeld. Hè? Sommige mensen die waar Tamas heel erg overheerst, dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld bedorven voedsel kunnen eten. Of die niet goed voor zichzelf zorgen, of zichzelf helemaal laten gaan, of zichzelf juist aftakelen of aan de druk zitten. Of cocaïne en weet ik het veel. Wat allemaal sigaretten roken. Die alcoholverslaafd zijn. Tamas wil zichzelf altijd vernietigen. Ja, dus Tamas is altijd bezig met zelfvernietiging. Of zelfkritiek. Ja, alles wat met zelfvernietigingen heeft te maken eigenlijk. Hè? Dus verslavingen. Lelijke dingen tegen jezelf zeggen. Tegen anderen zeggen. Nou, dan heb je dus Sattva, die is dan altijd van, nou, doe maar niet, of hè, komt allemaal wel goed. Dan heb je natuurlijk ook nog iemand die er luistert. Ja, en dat ben jij. Jij bent aan het luisteren naar al die drie stemmetjes. Sommige mensen zijn zich er niet eens van bewust dat er stemmen zijn waarmee ze praten. Dan hebben ze nooit over nagedacht. Of ze zijn bang dat ze vol met demonen zitten. Ze denken, ik word toch niet gek, ik ben toch niet schizofreen of zo. Weet je, dat durven ze natuurlijk ook helemaal niet te vertellen. Maar iedereen heeft stemmen. Alleen sommigen, die kunnen er echt mee battelen. Ja? Dus, of die overheersen gigantisch. En natuurlijk heb je nog dat MK Ultra. Ja? Dus al die stemmen die in jou wijs zijn gemaakt. Of die jou dwanggedachten veroorzaken. Dat is ook Tamas. Ja? Die dwingt jou continu. En als jij je bewust gaat worden dat jij eigenlijk luistert, dan denk je, ja, maar wacht eens eventjes, ik luister helemaal niet naar die hele drie. Ik ben mezelf en ik doe wat ik wil. Ik ben meesterschap over mijn gedachten. En pas als jij weer dus het hef in je eigen handen neemt en de baas bent over jouw gedachten, want ik denk vandaag aan een prachtig eiland met een mooie blauwe zee en ik lig dan lekker op het strand met een cocktailtje. Ja, dat is wat ik denk. Ja, een virgin cocktail, die drink geen alcohol. En weet je, dan wil ik daaraan denken en dan word ik gelukkig van. Ja? Of als ik denk van, oh, ik ga lekker met mijn kind iets leuks doen. Ik ga daaraan denken dat ik leuke dingen onderneem. En ik ga niet... Ik ga bepalen wat ik denk. En sommige mensen hebben dus... Ja, dus psychische problemen is gewoon dwanggedachten. Dat is eigenlijk het enige wat speelt met psychische problemen. Er zijn alleen maar dwanggedachten die jou in een negatieve spiraal willen zitten... Of angst voor je angst. Ja. Er zijn ook mensen die angst voor hun angst hebben.
ja, weet je, er zijn de gedachten die de meest rare dingen, die gedachten die willen jou dan dat laten denken. Terwijl jij zelf er helemaal niets mee te maken wil hebben. Maar ik wil helemaal die gedachten helemaal niet denken en dit en dat. Ja, dat is dus niet. Die stemmen en die gedachten zijn niet van jou. Ja, en dat moet je gaan realiseren. Alleen die mensen die dat hebben, die denken dat zij die gedachten zijn. En daarom zijn ze zo bang, oh, als ik dat maar niet echt ga doen. Of dat heeft met psychische dingen. Dadelijk gaat alles ten onder. Of ik heb nooit geluk. Dadelijk verlies ik mijn baan. Of dadelijk lig ik op straat. Of angst voor die angst, angst voor die angst. En dan zit je in die angstspiraal. En dat zijn die stemmen die jou willen vernietigen. Ja, dat is tamas. Dat is tamas. Als je tamas gaat realiseren, dan denk je, ja, maar wacht eens eventjes. Weet je wat je eigenlijk met die stemmen dan moet gaan doen? Want zo leer ik het de mensen. Ja? Je moet die stemmen gaan vernietigen. En dat kan dus visueel. Ja? Kan je dus gaan leren om die stemmen sowieso altijd de baas te zijn. Die stemmen die wist je uit je leven. Want ze bestaan niet eens. Je hebt ze in je leven toegelaten als houvast. Omdat je niet meer wist wie je was. Ja, weet ik veel, wie ben ik? Ik ben geboren, geen idee. Mensen hebben wat geleerd. Moet altijd overal voor bang zijn. Er hoort stemmetjes van je moeder, van je vader, van je zus, van je broer. Van vreemde mensen die ooit eens steeds tegen je gezegd hebben. Of pesterijen, of weet ik veel wat. Die stemmetjes die aan je hoofd zitten. Of je hebt misschien een of andere traumatische ervaring ineens meegemaakt. Of ben je in een shock meegemaakt. En ineens ben je het padje af. Er komen er allemaal stemmen in je hoofd. Nou, mensen die aan de druk zitten, die zetten de poorten letterlijk open. Ja, voor allerlei soorten geestelijke demonen, zo noem ik het maar. Want je zet de poorten open voor demonen. Dus daarom hebben ze van die dwanggedachten. Want je bent tamas aan het ontwikkelen. Ja, je geeft tamas de macht om jezelf te vernietigen. Als je al vernietigende dingen in je leven toelaat om jou te vernietigen, dan weet je dat je de macht geeft aan tamas om jou te vernietigen. Want je wilt jezelf vernietigen. Daarom ga je verdovende middelen gebruiken. Ja? En wanneer je dat doorhebt en je weet niet hoe je de macht moet krijgen over deze stemmen die jou met alles angstig maken, die jouw hele leven vergallen, zal ik het eigenlijk zo zeggen. Want stemmen kunnen heel krachtig zijn als jij bang voor ze bent. En dat is het. Je bent bang voor die stem. Ja, dus deze tamas, zal ik het maar zo zeggen. Want de rest valt allemaal wel mee. Maar je bent bang, heel erg bang voor die stem. Want je denkt dat jij die stem bent. Dat jij misschien dat gaat meemaken. Of dat zelf gaat doen. Of weet ik het veel wat deze stem zegt. En er zijn natuurlijk ook mensen die enorm in deze stem leven. En dat ze ook werkelijk denken dat ze die stem zijn. En die dan ook inderdaad direct daarna handelen. Tuurlijk, die heb je ook. Hè? Dus dat zie je ook wel. Die hebben dat geweten helemaal weg. Dat kan ook niet anders. Daarom moeten ze ook aan verdovende middelen. Want anders is het niet vol te houden. Het geweten komt namelijk altijd boven. Altijd. Want dat is het groeiende liefde in jou. Het is geen natuurlijke manier om elkaar te doden of te vernietigen. Dat voelt niet natuurlijk. Het is tegen jouw systeem in. Want je vernietigt jezelf als je weet dat je allemaal uit dezelfde substantie bestaat. En wat je dus moet gaan doen, neem zo'n geest in je gedachten. Ja, stel jij hebt last van dwanggedachten. Nou, dan ga je naar die gedachten toe. En dan ga je vragen wie die stem is die tegen jou praat. Ja? Vraag eens aan die stem, wie ben jij eigenlijk? Ja. Soms krijg je nog geen antwoord. Of diegene die bukt weg. Of die zegt van, nou, wat ga je nou doen? Weet je, dan gaat er een stem tegen je praten. Die echt denkt van, nou, heb ik nou zelf, beeld ik me dat nou in? Maar die stem, dan kan je dus zeggen van, luister, ik ben niet bang voor jou. Want ik vermoord jou gewoon. Ik vernietig jou. Dus gebruik die angst die in jou, of die zogenaamde macht, hè, die hij naar zich toe eist, of zij, ik zeg altijd een hij. Maar hè, gebruik die tegen de stem. En vermoord die stem in jouw gedachten. Vermoord hem, vernietig hem. Doe ermee waarvan jij denkt, ik sta op als powermens, ja, als powervrouw, als powerman. En ik ben de baas over die gedachten. Ik ben de baas over die gedachten. En ik ben niet bang voor jou. Ik ben niet bang voor jou. Ik vernietig jou. Dan zul je zien dat die angsten, die gaan weg, die gaan verdwijnen. En zo kan je tegen die stem praten om erboven te staan. Je kijkt erop neer. Wat ben jij voor? Dat is een narcist namelijk. Het is een zelfvernietiger. En ik ben geen zelfvernietiger, want ik hou van mezelf. En ik ben de maas en ik ben iets.
Ik sta op voor mezelf om jou te vernietigen. Want ik hou van mezelf, ik kom voor mezelf op. Ja? En dat is het ook, want je hebt een heel mooi boekje, de Bhagavad Gita. Helaas is deze uit de handel gehaald. Ik had hem namelijk op mijn webwinkel staan. Maar er staat heel goed in beschreven, het Bhagavad Gita, dus gesprek met God betekent dat. En dan heb je zo'n jongetje, die heet Arjuna. En dat is, die moet eigenlijk een prins of een koning of zo. En dan heeft hij zeg maar Brahman, dus, de innerlijke stem, die in hem praat, dus God. En die... Hij heeft ruzies met zijn broers. Maar hij wil geen ruzie. Hij wil geen conflicten. Hij houdt van zijn broers. Maar zijn broers hebben heel veel haat naar hem. En die misgunnen hem van alles en nog wat. En die willen hem vernietigen. En nou, noem eigenlijk maar op. En die willen niet dat hij de troon bestijgt. Nou, en dan zit hij eigenlijk een beetje zo weg te kwijt. Ja, nou ja, laat die broers mij dan ook maar vernietigen. En... weet je, ik kan er ook niks aan doen en ik gun ze toch alles en ik geef ze toch de liefde. Maar ja, mensen die handelen vanuit tamas, dus vanuit haat, daar staat dus ook die, met die drie gunners in, die voelen, die teren op jouw emotie. Ja, dus hoe meer emotie jij naar hun hebt, omdat je, oh, ik wil toch laten zien hoe goed ik ben. Dus als jij in die zelfmedelijden bent, dan ga je dus meelijden, zelfmedelijden. En dan heb jij dus zo'n tamas mens die dat dus overheerst en die jou vernietigt. Want je vernietigt jezelf al door niet voor jezelf op te staan. Dus dat is hetzelfde als iemand jou kwaad aandoet, dan betekent het niet dat jij jezelf maar in je gezicht moet laten slaan. Ja? Kijk, ben jij erboven, dan is het wat anders. Ja? Dan laat je diegene een spiegel zien. Maar als jij op dat moment in een situatie zit waar iemand jou iets wil aandoen, dan betekent het dat je voor jezelf moet gaan opkomen. En dat jij jezelf niet moet laten slaan. Of dat jij jezelf maar moet laten vernietigen. Hallo, hoeveel hou jij van jezelf? Ja? Hoeveel hou je van jezelf dat je een ander toestaat om jou te vernietigen? En dat is hetzelfde met die stemmen. Ja? Die willen jou vernietigen. En dat is hetzelfde in real life. Als er iemand is die jou wil vernietigen. En of dat nou met woorden is. Of dat het met geweld is. Of dat soort dingen. Kom voor jezelf op. Ja? En kijk. Hè, ga je jezelf mengen in een conflict of weet ik veel wat. Ja, weet je, wie uitdeelt moet dan ook leren incasseren, zeg ik dan. En hè, ga jij zelf dit soort dingen veroorzaken of mensen in de problemen helpen. Ja, weet je, dan zeg ik altijd, wie uitdeelt moet dus leren incasseren. En als je het dan op je bordje terugkrijgt, dan moet je ook niet gaan janken. Weet je, dus... Maar dat heeft dus allemaal met gezondheid te maken. Geestelijke gezondheid pak je dus op die manier aan om de baas te zijn over jouw gedachten, want jij bent wetenschap en deze guna's die bestaan niet eens. Die heb je in het leven geroepen, die zijn niet van jou, die ben jij niet. En door ze uit je leven te vernietigen, is het ook dus letterlijk om ze te gaan vernietigen. Ja? Vernietig deze stemmen, praat er tegen en wees de baas en wees niet bang. Want ze zijn niet, ze bestaan niet eens. Het zijn demonen die je hebt meegenomen uit het verleden, die jij als parasieten in je bewustzijn hebt meegedragen. Waarvan jij bent gaan geloven dat jij ze zelf bent. Maar je bent ze niet. Ze zijn niks van jou. Het is afval, vuil, troep, een parasiet die je gewoon zo hup, de prullenbak in moet stoppen. Of moet gaan laserstraal erop moet zetten. Of in brand moet gaan steken visueel. Om ze te vernietigen. Want ze zijn niets. Het zijn parasieten. En lichamelijke gezondheid, dat... genees je dus door positief met jezelf om te gaan, door jezelf liefde te geven, door jouw eigen conflict met jezelf, de ruzie die jij met jezelf hebt, op te lossen, door beslissingen te nemen, door andere voeding te nemen. Wees ook geen ego. Ja, wees geen ego. Er zijn mensen, ja, die krijg ik ook al regelmatig, ja, dan nemen ze contact met me op en willen ze van alles en nog wat, maar ze willen eigenlijk niet geholpen worden. Ze willen alleen maar klagen, 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 klagen. Dan denk je, ja, maar sorry, hoeveel geld je me daar ook voor geeft, ik doe het niet. Ik doe het niet, want ik ga niet me leeg laten zuigen door energievampieren. Ja? Als jij raad wilt, dan moet je er ook wat mee gaan doen. Want dan gaat het jou verder helpen. En hoeveel voldoening zal het mij ook geven als die mens geneest? Ja, als die mens zichzelf gelukkig weer voelt of het probleem opgelost wordt.
ik word daar niet blij van als diegene mij elke maand geld geeft of elke week geld geeft en het schiet voor geen meter op en diegene zuigt me helemaal leeg. Dat doe ik echt niet voor. Echt niet. Doe het niet. En dat is het ook, als jij dus wilt genezen, is het ook belangrijk om te willen veranderen voor jezelf. Hè? Vreet jij de hele dag, ja, zoals ik het zo zeg, allerlei soorten ongezonde zooi, ja, en dat hoor ik ook al vaak, en dan gaan ze een maagband of een maagverkleining nemen. En dan na die maagverkleining nog steeds troep eten en dan misselijk zijn. Allerlei soorten maagsferen ontwikkelen. Denk je, ja, natuurlijk. Als jij nog steeds vastzit met dwanggedachtes. Ja, dat ken ik nog wel. Ja, want anders heb ik helemaal niks gezelligs meer in mijn leven. Nou, wat is daar zo gezellig van dan? Dat je vernietigt jezelf. Je bent de hele dag op jezelf op moppen omdat je nog steeds niet afgevallen bent. Of mensen die bijvoorbeeld bulimia hebben, hè? Die bijvoorbeeld heel erg mager zijn. Ja, die hebben zoveel haat naar zichzelf. Die vinden zichzelf zo lelijk dat ze zoveel angst hebben om te eten. Die kunnen helemaal niet genieten inderdaad van de liefde die ook door de maag gaat. Ja, omdat ze geen zelfliefde hebben. En weet je, krijg deze inzicht in jezelf. Hou van jezelf. Zeg de hele dag tot vermoeiend zijn toe dat je van jezelf houdt. Want dan pas gaat jouw onderbewustzijn het weten. En dan hoef je het niet meer te halen. Soms hebben namelijk andere gedachten nog de overmacht. Zeg ook tegen jezelf, ik ben gezond. En ik verdien het om gezond. En ik verdien het ook om een beter mens van mezelf te maken. Ik ben mijn eigen beste vriend. Ik ben mijn eigen beste vriend. En ik hou van mezelf en doe er alles voor om een gelukkig mens te zijn met mezelf. En ja, ik kan echt de hele dag nog heerlijk zelf in mezelf lekker gezellig zitten. En dan heb ik het hartstikke fijn met mezelf. En ik ga ook lekker alleen nog, weet ik veel van alles, om nog wat doen. En dat vind ik heerlijk. Ik vind het ook heel fijn in gezelschap. En niet bang zijn voor ego's. Laat jezelf niet ondersneeuwen. Doe waar je gelukkig van wordt. En anders is het tijd dat je daar een keuze en een beslissing in neemt. Ja? Nou, lieve mensen. Dat was dus even het thema gezondheid. Sowieso een groot uitgebreid thema. Daar kun ik nog van alles een eeuwen over doorgaan. Maar ja, dus verdiep jezelf in gezondheid. Gezonde voeding en liefde. Het is vooral liefde en dingen jezelf waarderen. En je eigen beste vriend worden. En leuke dingen met jezelf doen. En het verleden proberen te vergeven. Zoals in mijn vorige video. Vergeving is heel belangrijk om die emoties niet in je lijf te voelen. Ja, gezondheid is vooral geestelijk hier dingen oplossen. Dan volgt het lichaam. En daar hoort natuurlijk ook een ander levenspatroon bij. Als jij problemen hebt met je organen, dat heeft grotendeels veel ook met voeding ook te maken. Wees lief voor jezelf, wat je in je lijf stopt. En het is eventjes een omwenteling. Je moet er soms even aan wennen. Of je weet even niet zo goed wat voor soort voeding dan. Maar ja, ik raad ook gewoon niet aan om vlees en dat soort dingen te eten als je gezondheidsproblemen hebt. Sowieso raad ik dat niet aan. Maar iedereen moet naar zichzelf luisteren, naar zijn eigen lichaam luisteren. Wat diegene op dat moment nodig heeft om te genezen. En niet om zichzelf te vernietigen. Nou, lieve mensen, ik bedank jullie weer voor het kijken. Ik hou van jullie. En ja, like mij en deel mij. En abonneer als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!